Nee. Je bent als coach trouwens sowieso ben je aangeschoten wild al snel, hè? Want die Tuchel die gaat er nu uit. Die moet ik wegdoen. Ja? Ja, agressief ventje, man. Geen goede troon. Ja, je zag het ook raar tegen die konten en zo. En ja. Schreeuwen langs de kant. Ik zou helemaal gek worden als een trainer tegen mij loopt te schreeuwen de hele wedstrijd. Dan zeg ik ook, hou eens je bek tegen. Ga zitten. Weet je, ik heb dat ook hier gedaan bij Mancini. Die werd helemaal gek bij mij. In San Siro. Die speelden we tegen Palermo of zo. En die was aan het schreeuwen tegen mij. Joh. En ik werd helemaal gek. Hij zegt, lopen. Ik zeg, in San Siro. Ik zeg, doe maar wisselen. Dat deed hij zeker? Nee. Ik kwam Davids die bank aflopen. Het is godverdomme, hou je bek, ik ga voetballen. Nou, ik ben gaan voetballen. Gaf ik een voorzitter, wonnen we. Ja, maar daar word je gek van als voetballer zijn. Echt. Het werkte wel. Ja, het werkte wel. Maar ja, je wordt gek als trainer. Tegen je als het loopt te schreeuwen. Dan hou je bek tegen me, laat me met rust. En, je haalt me uit mijn spel. Ik liep alleen maar die toegang en schreeuwen, dit en dat, met rust. Ik luisterde nooit, hoor. Huh? Ik luisterde nooit. Ik heb zo vaak mijn naam gehoord. Nee, maar ik stond altijd aan die lijn. Dus ik zat dicht bij de trainer. Jij niet, jij stond op het middenveld. Ik zat midden, lekker. Ja. Wat zei je toen nog alweer tegen Koeman, toen je dat... Ravintje, ben je ook weer... Wat zei je ook weer tegen Koeman? Ja. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad, man. Wat zei je dan? Ik helemaal niks. Ik zei niks. Ik deed een handgebaar. Hoe? Dat weet jij wel. Ga er niet zo... Daar hebben we het al over gehad, jongens. Nee, alle respect voor Ronald Koeman. Nee, ja, tuurlijk. Dat kan toch in een moment gebeuren? Nee, maar hij keek eroverheen. Van Gaal niet. Nee, Van Gaal sprak je erop aan. Die gaat je 10.000 euro boeten. Gaan we weer. Ja. Ja. Erover. Gaan we weer. Heel verhaal, Wim. Heerlijk. Ja, vertel. Ja. Waar zit er? Dit was een bruggetje naar Van Gaal, denk ik. Ja, een bruggetje. Nou, kom maar op. Nou ja, nee, dit verhaal laten we zo meteen even zien. Ja. Maar Koeman, die als voetballer, die snapte dat. Nee, ik was jong en ik maakte een grap. Ik viel in de wedstrijd tegen Utrecht. Ja. En ik scoorde de... voor mijn gevoel de winnende. Alleen dan kreeg ik er nog 4 tegen daarna in de extra tijd. Dus na die goal maakte ik een gebaar. Ja, en dat was niet goed. Maar goed, ik kreeg daarna inderdaad van... Wat Koeman deed als grote vriend zag, weet je wel. Nou, dat niet. Maar ik was voor de camera reageerde ik nog eigenlijk van... dat het niet richting Koeman bedoeld was... En de volgende ochtend, toen ik bij de club kwam... ben ik netjes in zijn kantoortje geweest en heb ik gezegd van... ja, mijn excuses, het was wel op jou gemunt. Maar goed, ja, ik accepteer alles wat... Kreeg je boete? En uiteindelijk kreeg ik een boete dus van... Van Gaal was technisch directeur. Oh. En die gaf mij uiteindelijk een boete, ja. Die gaf je een envelop? Ja, een envelop. En dat was ook weer een paar maanden later. Hoe envelop? Toen ik terugkwam vanuit Zweden. Je hebt geluk dat hij niet aan Wim heeft gegeven, die envelop. Van jou. Van jou. En toen kwam ik terug uit Zweden. Luister. Ja. Kwam ik terug uit Zweden. Ik heb een wereldwedstrijd gespeeld met Nederland zelf dan in Zweden. En dat was 3 maanden later, geloof ik. Hè? En ik had nog geen boete, had niks. En toen moest ik komen op kantoor. En toen zei hij, ja, we hebben nog een boete openstaan. Wat meen je? Dat was echt niet het juiste moment, zeg maar. Als je lekker in die euforie zit en een heerlijke wedstrijd speelt, dan krijg je zo'n kutboete. Dus ik kom op dat kantoortje aan en hij geeft mij zo die envelop. Dus ik pak die envelop en ik loop naar buiten. Dus hij zegt, zal jij hem niet even openmaken? Ik zeg, hoezo? Dat verandert toch niet? Ik maak hem in de auto wel open. En ik wil dat je hem open maakt. Maar dat deed ik dus niet. Nee. En ik loop naar buiten, ik stap mijn auto en ik doe hem open. Ja, dat was toen 10.000 euro boete. Oh, meen je niet? Nou, daar was ik blij mee. Ik had veel meer verwacht, hoor. Oh. Ja. Wat gek zeg. Ja, dat was toen, hè? En dit. Kijk, ik zie hier een foto, een geweldige foto. Ik bedoel, daar ben ik gewoon nog steeds dankbaar voor. Dat hij mij die mogelijkheid heeft gegeven, natuurlijk. Ja. Hè, voor die wedstrijd mooi... Dus ja.